Wat was het verhaal van de wedstrijd in jouw oog? Ja, dat we eigenlijk de kansen in ieder geval op basis van de tweede helft niet afgemaakt hebben. De eerste helft waren er niet zoveel kansen. Was je op dat moment ontevreden over jullie spel? Ja, zeker. Want van, kijk, de eerste helft was het gewoon zo dat we niet of nauwelijks kansen hadden. Ik vond VVSB in de omschakeling gevaarlijker de eerste helft. Dat dwongen wij eigenlijk af. Hè? Want wij stonden bij aanval stonden wij niet goed. Het was niet of nauwelijks kansen. De calls die ze maken, dat was niet echt een kans. En de tweede helft hebben we veel meer van ons afgevoetbald. En toen waren wij gewoon herenmeester, de eerste tweede helft. Wat heb je in de rust gezegd? Dat ze dat moesten doen natuurlijk, maar dat is niet zo makkelijk altijd. Ja, kijk, weet je, volgens mij, hoe wij de tweede helft beginnen, moeten ook de eerste helft beginnen. We komen ergens vandaan en dat moeten we ook laten zien. En de eerste helft was gewoon te povertjes, was te voorzichtig. En we hebben natuurlijk die week ervoor een knauw gehad. En dan kan ik het nog ook wel begrijpen van spelers. Ik zeg maar in de rust zei ik tegen ze, luister, als we er niet vanaf voetballen, dan hebben we het wekelijks. En de tweede helft hebben ze dat wel gedaan, moet ik zeggen. Strijdpassie, zei je vooraf. Hè? In die tweede helft hebben we dat zeker gezien. Ben je daar over de hele wedstrijd tevreden over? Nee, niet. Want de eerste helft, wat ik al net zei, was te pover. Hebben we niet nauwelijks kansen gecreëerd. En wij zijn toch een team. Dan kon je de tweede helft zien die altijd kansen creëert. En VVSB had het goed staan de eerste helft. Hè? Die stonden goed en die speelden in de omschakeling. Daar hadden wij moeite mee. En de tweede helft, wij hadden wij ook constant de tweede bal. En toen konden we ook druk zetten. En dan speelde het meer af op hun helft. En voor mij zijn ze drie keer over middenlijn geweest de tweede helft. Was het ook een zekere voorzichtigheid misschien in die eerste helft? Want ik vraag me dan af of ook op het moment dat je op achterstand komt, dat je dan de schoon van je afgooit en vrijuit speelt zoals je kunt spelen. Terwijl als je zo begonnen was, je zegt het zelf eigenlijk al, dan had deze wedstrijd er misschien anders uitgezien. Nou ja, wat ik net al voormaal zei, we begonnen heel voorzichtig en we hebben natuurlijk knauw gehad. We zijn niet goed begonnen, we zijn niet goed uit de windstop gekomen. Ja, dan kan ik wel begrijpen dat spelers, dan kan je als trainer dat wel graag willen, maar dat zit ook in de kopjes. En in de tweede helft zijn we brutaler gaan spelen, hebben we ook met meer de aanval gekozen en met meer mensen voor de bal en meer risico genomen. En goed, dat je dan op basis van de twee counters weggespeeld wordt. Ja, dat is inherent de speelstijl. Ook een beetje, pech misschien. Want er waren wel degelijk kansen in de tweede helft om ook één of twee keer extra te scoren. Ja, het zegt voldoende dat de keeper van hun man of the match was. En hij keept ook goed trouwens. Volgens mij is hij goed uit de winst opgekomen. Volgens mij was hij voor die week ervoor was hij ook al daarin cruciaal. Maar goed, daar staat hij voor. En voor ballen tegen te houden. Maar goed, volgens mij de 2-0 die wij weggaven, die waren eigenlijk cruciaal. We hadden kans op middenlijn, of op de midden, of op de 16 hadden wij een kans met Jason. Ja, die verprutst die bal. En nu kwamen drie man eruit tegen twee verdedigers. Ja, dan gaat hij ook nog erin. Op een knullige manier, dan moeten we nog een streepje bijzetten. En natuurlijk, die kans van richting verandert. Het bleek wel dat deze wedstrijd deze call zouden scoren van ons. Maar volgens mij hadden wij toen nog voor mij een kwartier of 20 minuten. En toen hebben we toen in die fase, daarna hebben we kans op kans gehad. En het was net niet in de 16, want we hebben diverse schimmers gehad in de call bij hun. En zo mocht het niet zo zijn. Het is een beetje een journalistenvraag, maar toch op basis van het laatste half uur, misschien wel die hele tweede helft, kun je dan toch iets positiefs meenemen uit deze wedstrijd? Nou ja, goed, positief is dat we onze tweede helft hebben gerevancheerd. Ook de manier hoe we graag willen spelen. Zo hebben we ook de wedstrijden gewoon achter elkaar. Zo moeten we ook spelen. En daarin moeten we misschien wat strategischer zijn achterin. Want dan moeten we niet te naïef. Hè. Dus graag mee willen doen nog op de helft van de tegenstander als verdediger. Dat hoeft niet. Hè. Dat zijn middenvelders voor aanvallers. Kijk, als we dat goed neerzetten, dan gaan we wel weer de goede kant op. Nog één vraag buiten deze wedstrijd om. Wilfred van Leeuwen is volgend jaar trainer van Rijnsburgse Boys. Dat is bekend. Hij bemoeit zich al heel erg met de selectie voor volgend jaar ook. Hè. Daar is hier en daar wel naar gekeken van, is dat nou wel de bedoeling? Als er nu een andere trainer zit, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Nou goed, dat is natuurlijk normaal. Hè? Dat de trainer van het volgende seizoen ook zich bezighoudt met de selectie van volgend seizoen. Dus ik heb er geen last van. Zolang ik geen last van heb, is het ook geen probleem. Duidelijk. Dankjewel. Okay.